je kan band ook op twee manieren spellen eigenlijk. Band met een A en een D, dan is het carnavalsbeentje. En om er gewoon bij te zijn, dan moet je zorgen dat je erbij bent. Breda Nu. Je weet het meteen. De sfeer zit er alweer in, hè? Ja, een dag voor het klunen, 3 weken voor carnaval. Nou, volgens mij is Kielegat er aardig klaar aan het geraken. Ja. Nou was dit iets met grotere mensen, kleinere mensen, jongere mensen. Wat was het idee erachter, weet u dat? Jazeker, het is het initiatief Zorg dat je erbij bent. Om iedereen die in Breda carnavalsmuziek een warm hart toedraagt, om die bij de carnaval te betrekken. En om zo de aandacht op de muziek te vestigen. Want ja, we hebben in Breda hele fijne kapellen, maar we hebben altijd aanwas nodig. Ja, dus we proberen zo gewoon de boel te prikkelen en te stimuleren om met elkaar muziek te maken. Ja. Ik denk dat dat gelukt is, hè? Veel enthousiaste kinderen en mensen. Ja, fantastisch om ook de kinderen erbij te zien. En ja, fantastisch initiatief. En ik hoop als mensen dit zien dat ze volgend jaar, als we dit weer doen, gewoon erbij zijn. En dat er nog meer mensen staan te spelen. En dat, gewoon ook iedereen zich aansluit bij die carnaval en die muziek in zijn bloed heeft. Sluit je aan bij een kapel en maak muziek en maak plezier met elkaar. Je hoort af en toe een beetje de algemene klacht dat kapellen geen aanwas hebben en dergelijke. En we hebben er eigenlijk een leuke woordspeling op gemaakt van het oude liedje van Doris. Ja. Van Zorg dat erbij komt van de marine. En je kan band ook op twee manieren spellen eigenlijk. Band met een A en een D, dan is het carnavalsbeentje. En om er gewoon bij te zijn, dan moet je zorgen dat je erbij bent. Dus ja, dat hebben we weer met een aantal enthousiaste muzikanten vanmiddag gedaan in samenwerking met Nieuwe Vesten. Ja, en een klein stukje promotie ook hier met de eindmanifestatie op de markt. Met jong en oud die met elkaar een aantal nummers gespeeld hebben. En het publiek heeft het weer even kunnen zien hoe leuk het is om carnavalsmuziek te maken. En we hopen daarmee toch weer een klein beetje reclame gemaakt te hebben voor de carnavalskapellen. En daarmee ook bijdragen aan de carnavalstradities. Ja, we moeten het vooral hebben van die kleintjes, want die worden groot. En als ze om de 18e nog spelen, dan hebben we er over een jaar of 10, 15 heel veel plezier van. Want dat zijn de goeie. En dan hopen dat er dus meer blaaskapellen, dwelbeentjes komen die alles rondom de carnaval een andere sfeer geven weer. Hè? Ja, ik denk dat dat ook wel iets is wat voor de carnaval gewoon belangrijk is dat blijft. Want dat is natuurlijk wel een beetje een traditie. Ja, carnaval is inderdaad een feest van tradities en dergelijke. En dat is natuurlijk niet alleen carnavalskapellen, geldt voor de bouwclubs met carnavalswagens ook. En ja, als federatie proberen we inderdaad ook allerlei activiteiten te organiseren of te ondersteunen. Waarbij we juist ook proberen die nieuwe aanwas weer binnen te halen. Om daarmee ook de traditie voor de toekomst gewoon vast te houden. Want anders dan sterft het bijna letterlijk uit. En dat willen we echt voorkomen.